Dat is gewoon echt. Moet je doen? Ja, mag je zo. Ja, nu nog verder. Ja. Ja, ik heb hoe gemist. U bent op zoek naar een mooi boek? Nee. Iets specifieks? Nee, niet specifieks, nee. Nee, maar zomaar even snuffelen. Ja, kwam ik toevallig dit boek tegen. Ja. Van de rand van Enschede. Ja, ja. En, dat leek u wel wat? Ja. Die herinneringen komen dan ook weer boven, hè? Ja. Ben je een boekje aan het uitzoeken? Ja. Wat voor boekjes lees je dan? Deze zijn Donald Duck. Stripboekjes? Donald Duck, hè? Ja. Oké. Welk boekje heeft u nou gekocht? Ik heb een klein gedichtenboekje van Toon Hermans gekocht. Ja. Elke dag een treetje. Oké, kunt u het laten zien? Dit boekje? Oké. En ik was daardoor gegrepen, omdat er een heel klein versje in staat. Ja. Even kijken. Ik moest denken aan een van de winkels die hier in Almelo is. Dat is de Rode Molen. Dat is een tweedehandszaak. Uh-huh. En ik dacht, dit is een heel mooi gedichtje voor de eigenaresse van dit winkeltje. Ja. Zal ik het voorlezen even? Ja, heel graag. Ja? Ja. Het heet Goedemorgen. Je staat voor de spiegel en je vraagt je af, past deze stippeltjesdas wel bij mijn ruitjes? Hè? De vraag is echter, ben ik wel goed gemutst? Ja, doe maar even gezellig zo. Maakt u die allemaal zelf, deze kunst? Ja, die maakt u allemaal zelf. Zo, hoe heet dit ook alweer? Fusion of zo? Ja, Fusion. Ja, het ziet er erg mooi uit. Het ziet er prachtig uit, hè? Kunstzinnig. Dank u wel. Heel mooi. Dit is een beetje een uit de hand gelopen hobby inmiddels. Maar dit gaat wel verder dan een hobby. Ik ga aan het zoeken. Zoek je een bepaald boekje? Ja. Welke dan? Ja, dan moet je tegen mij praten. Je moeder weet het wel. Deze.